enig idee hoe fanatiek jullie zijn? Nee, totaal geen idee. We gaan er even naar kijken. Maar ik wil niet alles terugzien. Ik heb een paar mensen die zitten achter ons en die zeggen... Als jullie nog niet gaan zitten, dan wil ik vermindering van de prijs van mijn seizoenkaart. Simon. Kijk, ja. Simon Eveling. Fantastisch. Kijk, fantastisch hoe dat... Ja, kijk, jij staat daar te dansen, joh. En ik zoek dan... Ik ga naar het platformpje. En dan zoen ik altijd een paar vrouwen. Nou, altijd drie zoenen. En de Heracles was 9-0. Toen was ze bijna zwanger. Dat Philip Frerichs zich in het journaal wel eens verspreekt is nauwelijks opvallend. Dat Philip Frerichs in het journaal schuttingtaal bezigt is zeer opvallend. Nu al rekenen de fabrikanten 13% meer voor hun producten dan een jaar geleden. Maar volgens de supermarktorganisatie CBL proberen ze met het argument van de duurdere grondstoffen gewoon meer geld te verdienen. Hoe dan ook, dan ook. Beetje flauw. Beetje flauw. Het journaal besteedt aandacht aan de bouw van een gigantisch reuzenrad in Peking. Leuk item voor nieuwslezer Herman van der Sand, want hij kan meteen zijn reken- en zijn humortalent etaleren. In Peking is de bouw begonnen van 's werelds grootste reuzenrad. Het grote rad kost 200 miljoen euro. Een ritje moet straks mogelijk zijn voor nog geen 10 euro. De ACO Literatuurprijs 2007 ging gisteravond naar AFTH van der Heijden. Hij kreeg de prijs met een bedrag van 50.000 euro. Dat is toch zo'n 5.000 rondjes reuzenrad. In Man bij het Hond een zangwedstrijd voor gehandicapten en een make-up dame die alles kan. En wie ga jij nadoen? Jan Smit. Jan Smit. Ja. En wat voor liedje van Jan Smit ga je doen? Als de nacht is gekomen. Als de nacht is gekomen. Dat is wel leuk, hè? Ja. Gaat dat, denkt u, leuk om hem een beetje op Jan Smit te laten lijken? Ja hoor, dat moet wel lukken. Dat is zoet, hè? Ja, dat vind ik lief, dit. De opgave in het belspel Play at Night is: waar ben je bang voor? Speciaal voor de liefhebbers van humor uit de oude doos, het antwoord van beller Tovik. Zoek die angst op, want je hebt 1001 angsten. En zo heb je hele gekke dingen. Wees een beetje creatief, hè? Hele goede nacht, met wie spreek ik? Ja, met Tovik. Hallo, van harte welkom. Nou, welke angst heb jij in gedachten? Schoonmoeder. Na de afkondiging van Paul Witteman vergeet de regie om de studiobeelden weg te schakelen. En wat blijkt? Na de uitzending begint een bagganaal. Tot maar. Tot dan. In Max en Loretta wordt de kijker getrakteerd op een onbedoeld grappige doe-het-zelf-cursus reanimeren. Presentatrice Loretta Schrijver is niet zo te spreken over het verstrekte cursusmateriaal. Dus, ach, die meneer is niet wel. Vraag, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Reactie. Controleerde ademhaling. Mijn hoofd naar achteren. Kijk, luister en voel 10 seconden. Nou, doet niks. Ja, de cursus gaat nog even door en als kijker kun je in ieder geval één conclusie trekken. Als je in doodsnood verkeert, is het niet te hopen dat alleen Loretta in de buurt is. Bevestig elektroden op ontblote borst, zoals afgebeeld. Dit is dus ook weer stemgestuurd, hè? Bevestig elektroden op... M2, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, Oké, nou, dat geloof ik verder wel. Ja, een formidabele zin. Vind je niet? Ja. Ik geloof het verder wel. In het belspel Call Friends is de opgave noem een dier met een K. Het antwoord van kandidaat Femke... Ja, het antwoord van kandidaat Femke zegt vooral veel over Femke. En mocht je iets in gedachten hebben, heb je daar een goed gevoel over... dan nodig ik je bij deze van harte uit om het een keer te proberen. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, met Femke. Zeg maar, Femke. Kiddeling. In het eerste hulpprogramma Medisch Centrum wordt... Wat? Ja, ik reken het toch goed. Ja, het scheelt ook niet veel eigenlijk, toch? In het eerste hulpprogramma Medisch Centrum wordt schoonmaker Farad binnengebracht met een geblesseerde voet. Een van zijn collega's stelt een nogal rigoureuze diagnose. Farad is schoonmaker in het Erasmus MC en stootte zijn voet tegen een schoonmaakkar. De collega's van schoonmaker Farad komen langs op de spoedeisende hulp. Zij deed zo met zijn hiel er tegenaan. Ja, en toen kwam hij precies, die scherpe rand kwam precies op zijn enkel. Ja, en dat is dus helaas fataal geweest voor hem.
En tot slot, 19 jaar geleden speelde Ajax tegen Bayern München in het Amsterdamse Olympisch Stadion. Peter weet het nog als de dag van gisteren. De wedstrijd moest het glorieuze afscheid worden van Johan Cruijffs voetbalcarrière. Ik was er. Was je bij die wedstrijd? Ja, ik was erbij, ja. Dramatisch. Oh, en ik had me zo verheugd op die hele avond. Nou, ik mag zeker niet zeggen hoe ver het geworden is. Nee, mag je wel hoor. Mensen zitten nog in spanning te wachten. Nou, denk het niet. We gaan kijken. Oh, wat erg. Terug naar het jaar. Waarom? Nog eenmaal heeft Johan Cruijff kunnen tonen dat hij een rasvoetballer is. In zijn afscheidswedstrijd liet hij de sterren van Bayern München vaak dolgedraaid achter. Op de manier die hem wereldroem bezorgde. Voor zijn familie en vrienden en de tienduizenden bewonderaars was het daarom een grote teleurstelling dat de fraaie passes die hij gaf door een machteloos Ajax-team niet konden worden afgerond. Want Bayern München liep 8 maal uiterst makkelijk door de Ajax-verdediging heen. Het publiek had hem zeker een mooier afscheid gegund dan de 8-0 nederlaag waarmee hij nu voorgoed uit het veld stapte. Ja, en nu de quizvraag. Welke Nederlandse voetballer speelde die wedstrijd bij Bayern München? Martin Jol. Echt waar? Dacht het wel. Is u dat opgevallen op televisie? Wilt u fragmenten terugzien? Ga naar onze site www.vara.nl en dan maakt u kans op deze tas met...